Elisa Dul, vanmorgen een zilveren medaille gewonnen op de Mixed Team Sprint. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De Mixed Team Sprint was een nieuw onderdeel op de Jeugd Olympische Spelen. Kun je eens uitleggen wat dat is? Van verschillende landen werden dus twee meisjes en twee jongens bij elkaar ingezet. En het was de bedoeling dat we vier rondjes zouden rijden. De nummer 1 zou het eerste rondje rijden en zou dan afgaan. Nummer 2 het tweede rondje en zo verder. En nummer 4 zou het afmaken en die zou ook finishen. Okay. En wanneer hoorde je bij wie je in het team zat? Eergisteren was er een teamleidersmeeting. En toen moesten wij daar ook bij zijn. En toen konden we dus horen bij wie we in het team zaten en wie onze coaches waren. En gisteren was de mogelijkheid om dan met je team te trainen en ook kennis te maken met je coach. Dus toen hebben we even samen getraind. Had je al snel in de gaten dat je wel in een sterke ploeg zat? Ja, op zich wel. Natuurlijk niet, hadden we niet verwacht dat we er snel zouden zijn of dat we überhaupt op het podium zouden komen. Maar wel, we hadden wel allemaal een beetje gelijk niveau. Dus dat was wel mooi dat we allemaal constant waren. Niet dat we de snelste en de langzaamste bij elkaar hadden, maar wel gewoon over het algemeen goed. Okay. En wat voor strategie volgde je dan? Hoe werd bepaald wie de eerste, tweede, derde en vierde waren? Nou, eigenlijk heeft de coach voor ons bepaald wie de eerste, tweede en derde, vierde ronde zou doen. En dat hebben we een paar keer geoefend. En eigenlijk was iedereen er over het algemeen wel mee eens wat de volgorde zou zijn. Dus we waren het eigenlijk snel over eens. En dat was goed voor zilver. Wat was jouw rol in die ploeg? Welke ronde moest jij daar af? Zelf moest ik de tweede ronde doen. Dus een meisje was iets langzamer op de 500 meter. Dus de coach had zo bepaald dat ik dan de tweede ronde moest doen. En ja, zo. En toen rolde er zilver uit. Wat dacht je? Nou, het was op het laatste moment nog heel spannend. Want eigenlijk wat op papier het beste team was, dat had ik ook verwacht dat die goud zouden pakken. Maar zij waren ook tot op de laatste 200 meter waren ze zeg maar gelijk met ons. En toen op de finish waren wij sneller. Dus dat was wel heel gaaf en ook heel spannend. En ja, ik had het zelf niet verwacht natuurlijk. En heel erg gaaf.